Hey kijkers van The Gamer Games en welkom bij weer een nieuwe GTA 4 video. Ik ben vandaag eens een stukje verder gereden dan... wacht, ik zal het gewoon laten zien op de kaart. Kijk, want ons huisje is... Oh nee, die is nu hier. Dit is ons huisje waar wij nu wonen, zeg maar. Waar ik iedere keer naartoe rijd. En je ziet het al, ik ben helemaal naar hier toe gereden. En hier was ergens onze oude huis. Hier ergens, hier volgens mij. Maar ik ben dus... Hier wonen we nu. En hier ben ik helemaal naartoe gereden. En dit betekent tol betalen. Ja, ik had ook zo kunnen rijden, zie ik nu. Maar ik heb gewoon tol betaald. Dat is dus gewoon de snelste weg. Dus ja, ik heb mijn best gedaan deze keer. Dus dat mag beloond worden, vind ik. Dus ik hoop dat het een leuke missie is. Ik vind dat ik gewoon erg... Dit meen je niet. Een oma? Oh. Wie is dit dan? Volgens mij, hij komt me wel bekend voor. Alleen ik weet niet meer wie hij is. Wacht even hoor. Wie was hij ook alweer? Ik weet het niet meer. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking okay. Off out of here right now before I throw a fucking... Ja, nice to meet you. Ik weet eigenlijk niet wat ik van deze... Deze missie moet verwachten, want het ziet er al niet echt leuk uit eigenlijk. Als het geen leuke missie is, dan kom ik volgende keer gewoon niet meer terug. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably good. Okay. We got some business to take care of. Come on. Okay, we gaan nu iets doen. Okay. Ik hoop voor je dat het een goede missie is, want anders dan ben je klaar met je business. Oké, hier. We nemen gewoon deze auto. Dit was niet de auto waarmee ik net kwam, maar dat maakt mij eigenlijk geen ene reet uit. En toen reden we al verkeerd, maar dat maakt volgens mij ook geen reet uit. Want, weet je wat, ik ga gewoon hier eraf. Hoppakee. Het is wel geen weg, maar dat maakt me ook geen reet uit. Alles maakt me geen reet uit vandaag. Hoe weet je dat? Ik ben al naar hier gereden, dat maakt me al geen reet uit. Voor de... Hé, dit komt me bekend voor. Dit komt me echt heel bekend voor. Is het niet... Oh nee. Huh? Nee, weet je wat? Laat maar. Ik heb het mis. Ik heb het mis. Ik dacht dat dit al ons oude straatje was of zo. Maar nee, dit komt me wel bekend voor. Ja, hier hebben we vaak genoeg gereden. Oh, nee. Ah, ik moet hier afslaan. Nu moet ik weer al zo ver gaan rijden. Nou ja, we doen het maar gewoon. En waarom kan die vent nou niet eens even zijn kop houden? Dat is hartstikke vervelend. Dat is gewoon niet leuk. Echt gewoon niet. Oh, oh, die mensen die kunnen hier ook allemaal niet rijden op die brug. Oké, we gaan hier gewoon... Nee, niet crashen. Nee. Dat is niet de bedoeling. Dat is helemaal niet de bedoeling. Wij moeten gewoon doorrijden, joh. Gewoon ertussen. Woop. Kijk eens aan. Vum, vum. Even kijken, hoor. En ja, hier te... Oh, nee! Wat? Ik raakte hem niet eens. Ik raakte hem niet eens. Echt niet. Ik weet het niet zeker deze keer, maar ik dacht dat ik hem niet raakte. Oké, hier gaan we gewoon tussendoor. Hoppa! Oh, dat hebben we goed gedaan. En ik zie dat ik nu... Een afslag mis. Maar we hebben hem niet helemaal gemist. Oké. Okay. Hey, deze vent heb ik ook al een keer gezien. Deze gast hier. Wie is dit nou? Oh, is dit Neptunus of zo? Met zijn drietand. Nou, hij ziet er niet uit als Satan, want hij heeft ook een drietand. Maar ik vind het meer zo'n Neptunus gast. Oh, hier moeten we in. Was ik weer bijna afslag vergeten. Oké, even kijken. Is het nog ver rijden? Oh, nee. Zo. Goeiedag. Even kijken. Waar moet ik nou in vredesnaam naartoe, joh? Ze laten me ook iedere keer echt gewoon 10 kilometer rijden of zo, hè? Echt niet normaal. Oh, ik denk dat we er nu ver gaan zijn.
Ik denk dat we echt nu in de buurt komen hoor. Oh, ik zie het pijl. Ik zie de pijl. We moeten die... Ja, knal er nog eens lekker bovenop joh. Het maakt toch allemaal niet uit. Ja, we zijn er. En nu? Gaan we weer terug rijden zeker? Nu zijn we er en we gaan weer terug. Ja, dat is ook leuk bekeken. Follow... Ah, hij heet dus Packy. Ik heb volgens mij al eens van die naam gehoord. Of niet? Ja, volgens mij wel. Packy heet hij dus. Oké, leuk om te weten, want daar gaan we vast nog wel meer mee te maken krijgen. Ik denk het zomaar van wel. Oh, waar gaat hij nu naartoe? Oh, ik dacht dat hij daar naar binnen ging of zo. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij... Oh. Oh, ik dacht dat hij zei, we're going to swim. Maar we gaan niet in het water. Nee, we moeten hierop, joh. Ik dacht al, ik heb echt geen zin om te gaan zwemmen, hoor. Nou, Nico, een beetje klimmen. Wat? Oh, serieus? Sinds wanneer is dit GTA Assassin's Creed of zo? Of GTA Assassin? Want dit is niet echt... Hoe doe ik dit? Oh, F zeker. F? Nee? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dit? Oeh. Ik weet het niet. Hoe moet ik dit doen? Ik heb... Nee! Shit, ik heb niet opgelet. Oh, lekker Niels. Je hebt weer eens niet zitten opletten en het gaat meteen weer fout. Oké, wacht. En... Hoe? F. Altijd een ladder is F. Maar dit is geen ladder, maar het is wel iets om op te klimmen. Huh? Waar is hij nou? Is hij nou serieus doorgegaan zonder mij? Wat is dat voor stomme gast? Hij is echt vervelend. Maar ik wil hier op. Ja! Oké. Ik moest dus toch gewoon springen, maar dan vond ik dat hij er net wel een beetje verkracht deed eigenlijk. Dan, daarnet sprong ik ook de hele tijd. Kan ik ook sneller gaan met shift of zo? Oh wacht, zo ging ik sneller. Of niet? Hè? Weet je wat? Laat maar. Ik laat hem gewoon op zijn gemakje doen voordat hij hier afdondert. Ja, eraf. Oh, F zeker. Ja hoor, F. Oké. Hierop zeker? Oh, nee! Nee. Dit meen je niet? Oh, Nico, wat ben je een enorme faler vandaag. Je bent echt... Oh. Nee, echt dat springen, dat is ook verkracht in dit spel eigenlijk. Weet, er zitten echt superveel... Nee! Wat? Oh, ik haat deze missie nu al. Of er moet iets heel leuks op dat dak gaan gebeuren, maar voor de rest is er echt niks aan. Kom op, dit spel heet geen Assassin's Creed, dus waarom doen we dan Assassin's Creed? Kom op. GTA is GTA en dat GTA is geen Assassin's Creed. Dus waarom gaan we dan nu van die rare trucjes doen die in Assassin's Creed horen? Dat is niet de bedoeling. Totaal niet. Oké, en laat los. Oké, en Nuko. Ik wilde zeggen, nu ga je goed springen. Oké. Hoe gaan we dit doen? Ja! Oké, dit hebben we ook gehaald. Nou, en hier kunnen we toch wel op, hè? Oké, goed zo. Mooi. Haha, we zijn eindelijk boven. En wat zeg jij? Die gast die zit... Oh, ik dacht dat hij zat te schijten, joh. Zo zag het er echt uit. Ziet hij... Kijk, nu zit hij gewoon te schijten. Het zag er echt uit of hij zit te schijten. Wie zijn dat? Een boot! Oké, moeten we die boot gaan stelen? Want daar heb ik nou wel eens zin in. Om een... They must be bringing clone meds. Oh nee, toch? Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Wat is hier de bedoeling van? Meds. Meds. Okay. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Okay. We moeten die truck gaan stelen in plaats van de boot. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Oh, dus we moeten die gasten gewoon uitmoorden. Dat is gewoon de bedoeling. Wat? Climb down them. Wat? Ja, dan... Ja? Nou, laat me dan ook doen. Steal the truck. Ja, volgens mij gaan er nog wel eerst wat stapjes aan vooraf, of niet? Zal ik niet... Ik ga... Wat? Wat zei die nou?
Ik ga hier niet naar beneden springen. Ik ben gek, joh. Ik ben echt gek. Als ik dat doe, dan ben ik gewoon dood. Ik ben al een keer van een dak afgevallen in deze serie. Weet je wat ik denk? Ik denk dat ik gewoon weer eens ga snipen. Dat is mij vorige keer best goed bevallen. En ik zie dat we bijna geen kogels meer hebben. Maar dat kan me geen reet schelen. Even kijken. Ik ga gewoon beginnen met hem. Omdat hij daar... Oké. Shit. Dood. En jij dood. En jij dood. Oeh, ik ben... Ik ben zelf bijna dood, joh. Oh, shit. Dit meen je niet. Dit meen je gewoon echt niet, hè. Oh, die gast die heeft... Wacht. Heeft deze gast gewoon de hele tijd op mij... Ja, loop nou eens een fatsoenlijk... Ja, hallo. Nee. Jeetje. Jeetje, waarom kan ik niet lopen als ik ingezoomd ben? Dat is vervelend. Oké, nu heb ik hem. Dood. Jij was echt heel vervelend voor mij. Even kijken hoor. Staat er nou ook nog iemand op die boot? Ja, daar staat er ook nog een. Holy shit, hé. Ga jij ook eens even liggen. Oh, daar staan ze ook nog. Dit gaat fout, denk ik. Wat? Die was in, hier, in je reet. Nee, niet in je reet, maar in je voorreet, zeg maar. Wop. Wat? Ik schiet... Nee, ik heb nog maar twee... Dat was... Nu heb ik nog maar één kogel. Hoe ga ik dit doen? Ik wil jou. Nee! Oh, serieus. Oh, waarom zijn het er zoveel? Kan ik niet dit laten ontploffen? Of dit? Ik wil dit laten ontploffen. Kan dat niet? Jawel, dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Hé, hey, ga liggen of zo. Ga dood. Even. Ah. Hier zijn ook nog mensen. Oh, dit is echt. Wacht. Heb ik nog een ander wapen? Oh, een shotgun. Die wil ik wel eens proberen. Kan ik ook inzoomen? Nee, dat kan niet. Maar. Hoppakee. Is hij nou nog niet dood? Wat is dit? Hier, in je aars. Hoppa. Nu ben je dood. Oké, jij? Oh nee. Hoppa. Hij is niet zo krachtig, dit wapen hoor. Hij is niet zo krachtig. Oh, een granaat. Ik heb wel zin om die eens te gooien. Hoppa. Alsjeblieft. Le granada. Boom. Vind je dat leuk? Vind je dat leuk misschien? Een granaatje. Hoppa. Alsjeblieft, koekje van eigen deeg. En, boom. Die gast is zo dood nu, hè. Wie? Zag hem vliegen. Haha, lekker voor hem. Oké, volgens mij zijn ze nu ver uitgemoord. Als ze dat niet zijn, dan... Oh shit, als ik nu naar beneden pleur, dan ben ik gewoon dood, joh. Als ik nu echt gewoon een heel stuk... Ik zag hier iemand lopen, of niet? Nee, ik zag hier niemand lopen. Ah, hier is een trap. Gelukkig, want ik ga dat risico niet riskeren om dood te gaan, want dan ben ik... Jeetje. Dit is niet leuk. Dit had ik niet verwacht. Jij moet echt eens even dood. Jij moet echt gewoon eens even dood. Ik ben zo beu. Oké, kunnen we nu eindelijk die truck gaan stelen? Zal je zien dat die ton nu net ontploft als ik er langs loop? Wow, nee, 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 nee. Oh, shit, waar staan die gasten? Als ik nu dood ga, dan ben ik echt boos. Nee, 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 nee. Wat? Waarom gaat hij nou in één keer random granaten gooien? Die gast is zo gestoord, die Nico. Ik echt, ik hoef nog maar één keer geraakt te worden en ik ben echt gewoon dood. Oké, kom maar, kom maar, kom dan. Ik vertrouw dit echt gewoon niet. Waarom staat die gast gebukt? Waarom doet hij dat? Ga omhoog of zo. Waarom doet hij dat? Het gaat vandaag echt heel fout, mensen. Want hij doet niet wat ik zeg.
Nee. Nu hebben we echt geluk. Hij raakte me. Nee. Leeft hij nou nog? Niet leven. Nog een keer. Oké, nu is hij dood, maar... Oké. Ik denk dat ik even een granaat in het huisje moet gooien, hoor. Om zeker te weten dat iedereen weg is. En zometeen is die auto kapot. Nee! Nee! Ah! Shit! Ja, nu maakt het me ook niks meer uit ook. Oh, nee! Shit, we nearly had. Kut! That was a fucking stop if I ever saw one. Nou ja, volgens mij had ik het denk ik niet overleefd. Maar echt, serieus, wat is dit voor een kutmissie? Oh. Echt waar. Mensen, ik stop ermee en ik weet niet of ik deze missie nog een keer voor de camera ga doen. Want dit is echt gewoon een kutmissie. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk om mij te zien falen? Druk dan even op dat groene duimpje. Abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. Laat ook even een reactie achter. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe GTA 4. En ik hoop bij een andere missie. Doei!